Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Inmiddels is het alweer woensdag. En heb ik alweer 3 dagen op zitten. Het gewone leven is weer begonnen, jongens. Vakantie is weer voorbij. 1 maand vrij geweest. Een hele maand december lekker vrij geweest. Dat is wel weer even wennen om weer even te gaan beginnen. Als je zo'n lange tijd lekker vrij geweest bent. Ja, om dan weer te beginnen, dat is even een tegenvaller. Maar ik moet zeggen, het gaat al een stuk beter met me. Het ging de laatste 2 maanden niet zo goed natuurlijk met me. Ik had wat problemen met mijn gezondheid. En inmiddels gaat het al een stuk beter met me. Dus we houden gewoon de moed erin. We gaan niet te veel hopen van het is nu echt helemaal klaar en weer helemaal goed en dit en dat. Rustig aan de dagen doorkomen. En ik hoop dat het voorbij is en dat ik gewoon weer normaal door kan gaan zoals ik vroeger deed. Want ja, het is toch wel even vervelend als je elke keer benauwd hebt en een brok in je keel hebt en je eigen niet lekker voelt. Dus ik ben weer blij dat ik weer een stuk beter ben. In ieder geval, misschien komt het ook wel omdat het normale leven weer gestart is eigenlijk, zeg maar. Gewoon weer de normale dingen. Gewoon werken van maandag tot vrijdag. Op tijd eten. Op tijd naar bed gaan. Ik was ook echt hele nachten was ik op toen ik vrij was. Ja, je hoefde de andere dag toch niet vroeg eruit. Dus kon ik gewoon 's ochtends blijven leggen. Alhoewel ik 's ochtends ook wel heel vaak heel vroeg alweer wakker was hoor. Dus het gewone leven is weer begonnen. En jullie hebben het al gezien. Een paar dagen al niet geüpload. Ik doe rustig aan. Ik neem even een stapje terug. Ik ga wat minder vloggen eventjes. Ja, dan heb ik net een nieuwe camera. Ga ik wat minderen. Maar in ieder geval, de video's die komen eraan. Als ik wat leuks ga doen, dan ga ik het natuurlijk weer filmen. Maar er is niet echt een structuur in van een soort schema van dan en dan en dan komen de vlogs. Dat is er eigenlijk niet. Als ik wat heb of ik ga ergens naartoe of ik ga wat leuks doen en ik ken het vloggen, dan doe ik dat. En als ik niks heb, dan blijft het kanaal eventjes stil. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ik wil ook best wel veel rust pakken. Ik ben nog niet echt helemaal natuurlijk weer 100% de oude. Dus ik heb ook mijn rust nodig. En die rust die doe ik vooral 's avonds. En op de momenten dat ik vrij ben. Dus ik kan als ik vrij ben wel even een paar vlogjes een keertje opnemen. Of 1 vlogje opnemen. En dan heb ik ook dagen even nodig om weer bij te komen van een week werken. Want ik werk gewoon weer 5 dagen, maandag tot vrijdag. Dat gaat ook door. Dus in ieder geval gelukkig is alles weer een beetje bij het oude. Kijk, ik heb ook geen kerstversieringen meer. Die heb ik gisteren allemaal weggedaan. Het gewone leven is weer begonnen. En ik hoop dat 2023 weer een heel leuk jaar wordt. Vorig jaar was echt een leuk jaar. Best wel leuke dingen gedaan. Ja, het einde was natuurlijk vervelend omdat ik problemen met mijn gezondheid kreeg. Maar voor de rest was 2022 wel een leuk jaar. Hebben we echt weer een hoop kermissen gedaan. Ik heb natuurlijk Dit Was opgenomen. En het viel me op dat er echt weer ontzettend veel kermissen waren. Echt ontzettend veel. Dat gaat ook in ieder geval weer door. Ik hoop dat het dit jaar ook weer is. Dat we weer een hele hoop kermissen mogen doen. Ik heb natuurlijk een nieuwe camera. Dus ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor. Om weer een heleboel kermissen te gaan doen. En daar natuurlijk weer een vlogje van te maken. Dus ik zou zeggen jongens. Blijf geabonneerd. Er zijn er weer een paar bijgekomen. In ieder geval van harte welkom.
op mijn YouTube-kanaal It's Ultrax. En blijf het kanaal in de gaten houden. Blijf in de gaten, zegt Peter Pan altijd. Want er komen weer een hele hoop leuke vlogs aan. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer voor meer. Druk op het belletje, dan wordt u op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan spreken jullie allemaal weer. Groetjes van deze kant en tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi.